Hij dacht natuurlijk dat het klaar was, dit beeld. Hè? Daar heeft hij ook zelf een beetje om gevraagd natuurlijk, om nu weer terug te treden. Zijn vrouw vindt het niet zo leuk. Nee, dat weet ik. Maar, ja, maar ze hebben natuurlijk ook verleden maand die hele begrafenis van die manager gehad natuurlijk. Ja. En dat is ook emotioneel. En was ook heel die club weer bij elkaar natuurlijk. Maar ze hebben daar wel een band met elkaar, hoor. Al die mensen die vroeger bij die club wat gedaan hebben. En kijk, Huub heeft natuurlijk... Hij is nog een minuut kampioen geweest, hè? Toen. Ja. Hij heeft natuurlijk... Jij bent niet geweest, hè, daar, hè, toen, hè? Nee, hè? Nee. Ik ben natuurlijk wel geweest met Wilfred. Maar daar kom je bijvoorbeeld... rij je dat stadion uit, Jan, hè? Richting de Rijksweg. En dan rij je wel langs 80 cafeetjes. Met supporters erin. Ja. En druk daar altijd. Leuk, druk, man. Niet normaal. Echt leuk, man. Echte fans daar, inderdaad. Ja. Nee, maar daar kan Huub van profiteren. Hè. Het is een beetje de Kuip geeft Feyenoord wat extra's. En als je tegen de degradatie vecht en zo'n heel stadion gaat achter je team staan, zijn ze toch tot meer in staat. Ja. Ja, maar ik denk dat ze Schalke populairder dan Bayern München. Schalke? Dat... Ja, nee. Ik ga een keer opstaan en ik stoot je echt voor je bolen. Ja, dat weet ik, maar ja. Ik hoor Schalke. Ik denk, dat is toch die voetballer die ook bij NAC heeft gespeeld? Dat is gewoon een cultclub. Ja, echt. Hetzelfde als St. Pauli. Word je wel met het klote, joh. Nee, maar dat vind ik zo mooi. Huub die dan, als ze 3 keer verloren hebben... Als trainer ging hij met die gasten de mijn in. Hè? Moesten ze mee de mijn in. Want die moeten hard werken. Jullie moeten niet zeuren. Ja, ongelooflijk allemaal. Hey joh, abonneer even.